skiën is een passie van mij. Ik vind dat voor mij persoonlijk de beste sport dat er bestaat ter wereld. Om daar tijdelijk je beroep van te kunnen maken, dat is gewoon een droom. 3, 2, 1. Yo, ik ben Donald en ik zit hier in Nanda op seizoen. Ik doe een train-and-work-programma bij Neige Aventure. Zou dat zeggen dat ik een deel van het seizoen lesgeef en een ander deel train op eigen techniek en probeer hogere diploma's te halen. Neige Aventure is een skischool in Zwitserland, opgericht door Fred Marietto. En het is een skischool met een heel internationaal karakter. Met mensen van over heel de wereld, waaronder André. Yeah, my name is André Dumas. I'm a 25-year-old skier from Park City, Utah. I grew up competing freestyle and just have a passion for skiing. So came out here to the Alps and I'm skiing, loving it, working with Neige Aventure, with Donald. Yeah, just loving the snow, loving the skiing. Tijdens het hoogseizoen moet ik dan ook lesgeven. Ja, ik ga maar naar binnen. Dat is afhankelijk van hoeveel klanten dat er zijn, volledige dagen of halve dagen. Super, voilà, ik zet al bijna skiën. Ja, soms zijn er inderdaad kinderen dat heel erg moeilijk kunnen doen, laten zich vallen. Blijf eens recht staan. Je zet dat expres op te doen, hè. Dan is het moeilijke gedeelte om ze terug te motiveren en terug mee te krijgen in de groep. De meeste skileraars durven wel eens een pintje te drinken. Maar dat is niet overdreven. Het is echt een geniaal leven. In mijn ogen compleet de droom.